VVV thuis tegen Jong PSV. En bij de thuisploeg voor het eerst weer eens in de basis met nummer 17, de rechtsback Tristan Dekker. Die speelt de bal naar Huisman en die heeft een goede voorzet in huis, zeg. En zo is het al vroeg 1-0 via Sven Braken. Heerlijke aanbal van de ploeg van Rick Kruis. Met uiteindelijk dus de rake kopbal met een snoekduikje van Sven Braken. Het is alweer zijn vierde van het seizoen. Jong PSV met Simon Cullen. Die dan die bal wat zwak in de handen schiet van doelman Lucas Sima. Jong PSV dat hier vorig seizoen trouwens met 4-1 maar liefst won. Het was de wedstrijd van Johan Bakayoko. Die alle vier de treffers scoorde voor de Eindhovenaren. Die is er vandaag niet bij. Nou, Jong PSV heeft nog genoeg ander talent. Zoals deze man, Antonissen. Het gaat breed. Maar Nassau. Die probeert het van afstand. PSV heeft hier trouwens 5 keer eerder gespeeld. En 5 keer ging het met de winst naar huis. VVV heeft thuis nog nooit gewonnen van Jong PSV. Staat nu wel dus op die 1-0 voorsprong. En heeft Sven Braken. Die scoorde. Ondertussen dit schot. Het is een materschot van Isaac Babadi. Eerste keer in de basis voor hem dit seizoen. 17 jaar nog maar. Maar de echte finesse ontbreekt in de 16 bij allebei de ploegen. Van Duiven. Bal doorgekopt. Ook dit is niet echt een grote kans. En zo worstelen beide ploegen om wat nadrukkelijker een stempel op deze wedstrijd te drukken. De bal in de 16 en dan een enorme kans met links voor Braken. Daar had de aanvoerder vandaag misschien wel zijn tweede kunnen scoren. Nog altijd in de eerste helft, in de extra tijd daarvan. Comanencia. Kwal hij niet. En dan snel de uitbraak aan de andere kant met Daan Huisman. Die het goed doet in zijn rol achter Venema en Braken, achter die twee spitsen. Er wordt weer te lang gelopen met de bal, maar uiteindelijk toch dit schotje. Maar dat verdwijnt recht in de handen van Nick Schiks, de 18-jarige doelman van Jong PSV. Die pas zijn tweede wedstrijd speelt in het betaald voetbal. Het schot was van Nick Venema. De tweede helft dan. Is hier weer die Canadees, Colijn. Die lang door mag gaan. En uiteindelijk die bal ook nog breed krijgt. Dat zo. Nou, dan is het iedere keer toch... De precisie die er niet is als er geschoten wordt. PSV wordt wel wat beter in die tweede helft. En krijgt dus ook wat meer kansen. Hier is weer Simon Cullen en de redding opnieuw van Lucas Sima. En dan gaat het mis als die bal terug wordt gebracht. Maar Van Duiven hem niet lekker raakt. Chippy, nee, dat mag niet voor de wissels. Ik zal mijn honger hebben net. En ondertussen nog altijd hier Comanencia. De bal gaat naar de buitenkant, naar Dante Sealy. De Amerikaanse invaller bij Jong PSV. Maar niemand van VVV die hier die PSV is echt aanpakt. En dan is daar het volgende schot van afstand van deze man. Jeremy Antonissen. Sima is geblesseerd geraakt. Hij wordt vervangen door Ennio van der Gouw. En dat is een opmerkelijke naam, want inderdaad... Ennio van der Gouw is de zoon van Raymond van der Gouw, geboren in Stockport in de periode dus dat van der Gouw in Engeland de keeper was bij Manchester United. Mooi moment voor van der Gouw en hier een mooi moment bijna voor Sven Braken die dicht bij zijn tweede is, maar overschiet. Jong PSV won maandag nog van FC Den Bosch met 3-1. Seelt toen de man met 2 treffers. Nu staat het dus met 1-0 achter. En Simon Cullen die het maar weer eens van afstand probeert. En deze gaat er dan wel in. Ja, dat is balen voor die nieuwe doelman van de Gouw natuurlijk. Maar deze bal van buiten de 16 is eindelijk een keer wel goed geplaatst. Door die Canadees Simon Cullen. En dan is het 1-1. Gelijkmaker voor de ploeg van Adil Ramzi. En dan moet VVV komen. En komt het ook. Valt het wat nadrukkelijker aan. Maar is het uiterst rommelig. Hier nog wel een schot. Die bal gaat voorlangs van Mitchell van Rooyen. 95e minuut. VVV won dit seizoen al 2 keer door een treffer dik en dik in blessuretijd. Gaat dat nu dan weer gebeuren? Nee. Appel voor Hens. Maar dat is onzin. Dennis Vos raakt die bal met de borst.
En dan komt er een eind aan een teleurstellende wedstrijd. Die wordt afgesloten met 1-1. Ramzi pakt een punt in Venlo. Kruis blijft dus steken ook op die 1-1.